Goedendag. De foto achter mij dat is geen foto vanuit het oosten van de Verenigde Staten, waar het momenteel hartje winter is. Nee, dit is een foto van zo'n jaar geleden. Toen sneeuwstorm Darcy over Nederland trok en voor sneeuw, wind en lage temperaturen zorgde. Daarna brak er ook een periode aan dat we konden schaatsen: een winterse periode met temperaturen overdag ook onder het vriespunt. Nou, helaas voor de winterliefhebbers, het zit er de komende weken echt niet in. Het heeft er alle schijn van dat we gewoon de westcirculatie houden. En dat betekent zachte lucht vanaf de oceaan. Ja, als we naar de luchtdrukafwijking gaan kijken voor de komende periode, dan zien we eigenlijk steeds dit beeld, waarbij het volgende week wel heel uitgesproken is met een hoge drukgebied ten zuiden van Nederland, de lage drukgebieden ten noorden van Nederland. En dat levert een weststroming op met lucht dus vanaf de Oceaan die vaak vochtig is, maar ook mild. En dit beeld dat houden we de komende vier weken, waarbij die drukverschillen wel iets gaan afnemen, maar hoge druk blijft wel ten zuiden van ons en de lage druk die blijft ten noorden van ons. Dat betekent met een westcirculatie dat we ook te maken hebben met hogere temperaturen dan gebruikelijk. En dat zien we dan ook terug in de kleurenschakeringen: rode kleuren boven Nederland. Dat betekent dat het wat warmer zal zijn dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. En u moet ervan uitgaan dat. Begin februari de middagtemperatuur zo rond 7 graden ligt. En aan het eind van februari, begin maart rond de 9 graden. Nou, dit is dan een tendens dat het iets warmer gaat worden. Ik maak een sprongetje want week 2 en 3 laten hetzelfde beeld zien en dit is dan week 4 en dan zien we nog steeds die roze tint over Nederland en ten zuiden van ons en dat betekent gewoon dat die luchtdrukafwijking in het zuiden van Europa nog steeds wat hoger zal zijn dan gebruikelijk. We zien nog wat lichtblauw ook in het noorden met andere woorden ook dan nog steeds een westcirculatie en als het hoge drukgebied wat meer invloed heeft, dan zal hij ervoor zorgen dat storingen wel wat meer op afstand worden gehouden. Is dat hoge drukgebied nog iets zuidelijker, dan kan een storing ons wat makkelijker bereiken. Dat het af en toe best wel wat wisselvallig weer kan zijn. Maar al met al laat het model toch ook wel zien dat we een wat drogere periode tegemoet gaan. Nog even de temperatuurafwijking. Ook in week 4 toch wel de rode tinten in onze omgeving. Het is een minimale afwijking. Over het algemeen zal de temperatuur vrij normaal zijn. We zien ook boven Frankrijk dat die temperaturen vrij normaal zullen zijn. Scandinavië ook daar temperaturen iets hoger dan de gebruikelijke waarde voor deze tijd van het jaar. Ja, ik gaf het al aan met die neerslag. Het hoge drukgebied is toch wel erg dichtbij en dat zal storingen op afstand houden. Er wordt dus ook niet al te veel neerslag verwacht de komende tijd. Over het algemeen rond normaal. Wat gebruikelijk is voor een februari maand. En februari is een van de droogste maanden in het jaar. Met andere woorden, veel neerslag zal er niet verwacht gaan worden. Maar ik zeg er direct bij. Er zijn natuurlijk altijd uitschieters. Bijvoorbeeld komende zondag Dan krijgen we zomaar 20 tot 30 mm water in Nederland te verwerken. En dat is al bijna een half. Maand hoeveelheid die dan op één dag naar beneden komt. Dus ja, het kan natuurlijk altijd een beetje verkeren, maar over het algemeen lijkt de invloed van hoge druk toch wel duidelijk zichtbaar de komende vier weken. En dat betekent een overwegend droog weerbeeld. Ja, we hebben ook een soort van pluim voor 30 dagen vooruit. En dan krijgen we deze grafiek. En de blauwe kleuren die gaan uit van een weersituatie waarbij een westcirculatie de boventoon voert. En we zien de komende tijd dat dat blauw domineert. Bij een rode kleur gaan we ervan uit dat er een hoge situatie in onze omgeving aanwezig is. En als dat hoge drukgebied wat noordelijk ligt, een blokkade, dan kunnen we echt met een ooststroom in koude lucht krijgen. Nou, we hebben nu ook wel een soort van blokkade in het vooruitzicht. Alleen ligt het hoge drukgebied ten zuiden van Nederland. En dan hebben we die westcirculatie en dan krijg je toch ook die rode kleur. Dus het is blauw of rood. In beide gevallen ziet het eruit dat dat een weststroming voor ons oplevert. Met over het algemeen wel duidelijk hoge druk invloeden, waardoor de neerslagkansen dus vrij klein zijn. Ja, dan kunnen we dat gaan samenvatten. Het lijkt erop dat de atmosfeer op slot zit. Die westcirculatie die blijft er maar in. De afgelopen 30 dagen dus hebben we dat ook steeds gezien. Nou, nu is dat ook nog steeds het geval. Geen echte winterkou dus een februari-maand zoals die vorig jaar was. Dat gaat niet gebeuren dit jaar. En al met al is het gewoon iets te zacht en vrij droog de komende periode. Nog een fijne dag.